Gemiddeld neemt het 66 dagen in beslag om iets te automatiseren. Dus voor de heren hier in de zaal die niet graag de vuilnis buiten zetten, gewoon eventjes 66 dagen doen en dan wordt het een automatisme. Wie bepaalt of jij dit college gaat aanklikken? De Universiteit van Nederland presenteert psychiater professor Dr. Damiaan Denies. Oké, ik wil toch starten met een vraagje uiteindelijk. Wie is er hier uit eigen beweging naar dit college gekomen? Een heleboel mensen. Niemand die echt verplicht is geweest om te komen? Nee. Dus jullie hebben uit vrije wil gekozen om naar dit college te komen. Daar ben ik ook heel blij mee. Soms realiseren we ons niet dat de vrije wil dat iets heel bijzonders is. Dat is iets helemaal uniek voor mensen. Wij mensen bezitten de mogelijkheid om vrij te kiezen wat we doen. En zo hebben we de controle over onszelf, over de wereld. En dat is een unieke eigenschap. Dieren hebben dat niet. En wij denken ook dat wij meestal zelf kiezen over ons leven, maar er zijn omstandigheden waar dat niet zo is. Soms voeren wij bepaald gedrag uit, automatisch, gewoontegedrag. En dan is het net alsof het een beetje ontsnapt aan onze eigen vrije wil. En ik wil eventjes openen met een filmpje van een zeer ervaren nieuwslezer van de BBC. Dat zijn de mensen die het beste kunnen. En kijk eens eventjes wat deze meneer in zijn handen heeft. Good morning and welcome to BBC News. Plans for privately run drunk tanks to tackle alcohol-fueled disorder have been backed by police chiefs. Under the proposals. Oké, deze meneer die leest het nieuws voor, zoals je ziet. En normaal gezien zou hij zijn iPad moeten nemen, die ergens op een desk ligt voordat hij begint. Maar uit gewoonte neemt hij gewoon iets en toevallig laat een pak kopiepapier naast. Neemt hij het pak kopiepapier en begint hij het nieuws voor te lezen, 10, 15 minuten, met het pak kopiepapier in zijn handen. Dat is automatisch gedrag en zelfs heel ervaren mensen kunnen dit soort van gedrag vertonen. Dat is een specifieke structuur in de hersenen die verantwoordelijk is, voor dat automatisch gedrag. Dat heet de basale ganglia. We hebben dus de hersenen bestaat uit de cortex, daaronder zitten diepe hersenen en die diepe hersenen, dat heet de basale ganglia, daar zitten caudatus, putamen, en die zijn verantwoordelijk voor alle onze automatische gedragingen. In die structuur zitten die. En je kan het ook zien, met scans kan je zien dat die actief worden wanneer mensen repetitief gewoon gedrag gaan vertonen. Maar dat automatisch gedrag, wat is dat eigenlijk? Zijn we daarmee geboren? Komt dat gewoon iets, is dat iets van ons? Nee. Automatisch gedrag, dat moeten we leren. Eerst begint het namelijk functioneel, je doet iets doelgericht. En langzaamaan wordt het automatisch, wordt het een automatisme door repeteren, door het heel veel te doen. En dat kan ook handig zijn, want als je dat een lange tijd doet, dan denk je er niet meer aan. Bijvoorbeeld, gemiddeld neemt het 66 dagen in beslag om iets te automatiseren. Een beetje afhankelijk van de complexiteit van de handeling. Tussen de 18 en 240, maar gemiddeld 66 dagen. Dus voor de heren hier in de zaal die niet graag de vuilnis buiten zetten, gewoon eventjes 66 dagen doen. En dan wordt het een automatisme. U weet het gewoon helemaal niet meer. U doet het vanzelf. Er zijn andere voorbeelden die mensen misschien wel beter kennen. Autorijden. Wie rijdt er hier met de auto? Een aantal mensen. Dan ken je dat. Je begint auto te rijden. Hoe gaat dat? Doelgericht denk je na. Hoe zit het met die pedalen en de gas en de rem en aan het stuur draaien en het verkeer? Dat is heel ingewikkeld. Je moet allerlei dingen geconcentreerd zijn om dat goed te doen. Het kost heel veel inspanning. Als je dat heel veel en heel lang doet, wordt het een automatisme. Je gaat gewoon in de auto zitten, je start en je rijdt. En mensen die heel veel rijden en heel veel dezelfde weg afleggen, die weten dat ook wel, dat na een tijdje men niet eens nadenkt. Dan kan je soms 40, 50 kilometer doorrijden, plotseling op de plaats van de bestemming aankomen en denken van, goh, ik ben hier gekomen. En je hebt gestopt voor een rood licht, je hebt allerlei dingen gedaan. Het is een soort van dissociatie die wij creëren. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want waarom zouden we dat doen, dat autorijden, dat het automatiseert? Dat is interessant, dat heeft een evolutionair voordeel. Waarom moeten wij als mens met dit soort van belachelijke dingen bezig zijn? Kleine details. De mens is zo gemaakt, door de schepper of weet ik wat, dat wij ons met de grote dingen des levens kunnen bezighouden. Ingewikkelde vraagstukken, filosofische problemen. En dat autorijden, dat laten we dus door ons lichaam, door onze hersenen doen, door de basale ganglia. En misschien kennen mensen dat evolutionair voordeel. Bijvoorbeeld als je in de auto zit, dikwijls zitten partners samen in de auto, ben je aan het rijden. Dan zie je dat ook. Ik bedoel, autorijden dat automatisch gaat, is heel handig, want dan kan je met je vrouw ruzie maken.
En dat heeft ook een evolutionair voordeel. Maar ruzie maken, dat is goed voor de relatie. Goed voor de procreatie. Dus belangrijk. Dus onbelangrijke dingen, auto rijden, daar moet je niet mee bezig zijn, zodanig dat je ruzie kan maken. Trouwens, nu dat ik eraan denk, weten mensen waarom koppels zo dikwijls ruzie maken in de auto? Wat is het thema? Waar maken ze altijd ruzie over? Ik ben toch niet de enige, denk ik. Dan zit je in de auto, de vrouw zit naast je, het passagiersstoel. Je begint dan te rijden en je begint, en dan bij ons dan althans. Maar alleen man, let toch op, heb je die fietser niet gezien? En daar die bus, en het is rood, en stopt, en weet ik wat allemaal. Vrouwen die altijd kletsen en commentaar geven op je rijstijl. Dat het te snel gaat, en weet ik wat allemaal. Niks tegen vrouwen, maar ik wil wel één ding zeggen. Ze hebben gelijk op dat punt. En dat heeft ook iets te maken met dat onbewuste. Mensen die op de passagiersstoel zitten, die gaan de afstand ten opzichte van een object voor hun veel korter inschatten dan degene die, die achter het stuur zit. Degene met andere woorden die de controle heeft over het voertuig, die gaat de afstand werkelijk inschatten. Degene die niet de controle heeft, die op de passagiersstoel zit, die gaat het effectief korter inschatten. Dus de waarneming maakt het korter, waardoor het gevaar groter wordt. En dat is de aanleiding voor de welbekende ruzie in de auto. Wat je dan kan doen als oplossing, is gewoon eventjes van plaats verwisselen. Oké, wat weten we nog over automatisch gedrag? Je moet het dus leren, het kost tijd. Het zit in de hersenen. Wat ook belangrijk is om te weten bij automatisch gedrag, is dat als je het één keer uitvoert, het vanzelf gaat. Je kan het als het ware niet meer stoppen. Het neemt je gedrag over. Je hersenen bepalen helemaal je gedrag. En daar is ook een naam voor, Humphrey's Law. Niet dat die naam zo belangrijk is, maar die zegt dat als je iets automatisch doet, je probeert te onderbreken, je probeert met aandacht het anders te doen, dan is er een grote kans dat het mislukt, dat het niet meer gaat. En dat herken je misschien wel als je bijvoorbeeld de trap afloopt, onnadenkend, dan gaat dat goed. Je zet je voeten voor, je gaat gewoon lustig de trap af. Maar als je probeert na te denken hoe je de trap moet aflopen, heel snel, dat lukt niet. Als je echt moet nadenken, ik zet die en die en die stap, dan gaat het dikwijls fout. Dus als je probeert je aandacht erbij te houden, de vrije wil over te nemen, dan kan je het niet meer vlot uitvoeren, het automatisch gedrag. Oké, dus automatisch gedrag neemt een belangrijk stukje van ons gedrag en is iets wat aan ons bewustzijn ontsnapt. Dat lijkt heel logisch te zijn, maar het gaat nog veel verder. Onze waarneming zelf, dikwijls, ontsnapt ook aan onze vrije wil. Onze hersenen bepalen zelfs op het vlak van de waarneming, van de perceptie, hoe wij dingen moeten zien. En dat ga ik even proberen te demonstreren aan de hand van een ronddraaiend masker. En ik hoop dat het lukt. Ik moet hier een act voor doen. Daar ben ik niet zo heel goed in, maar ik ga het toch proberen. Even dit hier op de computer zetten. Een momentje. Zo. Oké. En hier zit een knopje. Oké, zet ik dit aan. Oké. Het ziet er niet zo heel spectaculair uit, eigenlijk, maar goed, oké. Dit is het experiment. Het gaat ook niet bij iedereen lukken, maar je ziet het op het filmpje. Wat je nu ziet, is dat het heel lastig is om de holle kant van het masker te zien. Als het masker ronddraait, dan ga je eigenlijk, zonder dat je het zelf wil, het gezicht zien aan de buitenkant. Het gezicht, terwijl het ronddraait, gaat de andere kant op draaien en ziet de bolle kant van het gezicht en niet de holle kant van het masker. Hier is het een beetje lastig, alleen de mensen in die kant kunnen het goed zien, de ander niet. Maar je ziet eerder de bolle kant dan de holle kant. En het kan, op het moment dat je dat ziet, kan het ook niet anders meer. Je ziet alleen maar die bolle kant en niet iets anders. Nou, dat laat zien, dat kleine experiment, dat je hersenen bepalen wat wij zien, wat wij fundamenteel waarnemen. Ook al zou het anders willen doen, het kan niet anders. Je hersenen doen het. Maar we gaan nog een stapje verder. Want jullie zeggen, ik ben uit vrije wil naar hier gekomen. Dat wil ik best aanvaarden, dat is goed. Maar is het ook zo dat die vrije wil echt van ons zo vrij is? Dan gaan we ook even een klein experimentje doen. Misschien dat de mensen aan de linkerkant van de zaal eventjes hun hand gewoon zo kunnen opheffen. Kunnen jullie dat eventjes doen? Nou ja, jullie mogen het eigenlijk allemaal doen, maar we zeggen de linkerkant van de zaal. De hele zaal mag dat doen, oké? Je mag eventjes je hand opheffen. En je mag kiezen wanneer je dat doet. Dat voelt goed, hè? Gaat dat goed? Heel eenvoudig, oké. Het is nu genoeg geweest. Ja, dankjewel. Dit is een kleine motorische beweging waar we zelf kunnen beslissen of we doen of we niet doen. Het is een experiment, sommigen kennen dat misschien, en dat heet het Libet-experiment. Dat is een neuropsycholoog, neuroloog, en die onderzocht ook de vrije wil. En het experiment is als volgt.
men vraagt de proefpersoon om te doen wat jullie net gedaan hebben. Je hand bewegen binnen een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld 15 minuten. En je mag gewoon willekeurig zoveel keer als je wilt je hand bewegen. Libet heeft dat aan de proefpersoon gevraagd en heeft tegelijkertijd aan de proefpersoon een EEG-apparaat gekoppeld, zodanig dat hij de hersenactiviteit kan meten. En ook tegelijkertijd een apparaatje om de motorische activiteit van het hand te meten. En dan gaat hij aan de proefpersoon vragen om elke keer dat hij de intentie heeft om zijn hand te bewegen, dat hij dus de vrije wilsact voelt van nu wil ik het doen, eventjes naar de klok te kijken en precies aan te geven wanneer dat voorkwam. Het is alleen maar gevraagd om achteraf te kunnen bepalen wanneer een persoon vond dat hij die intentie had om te bewegen. Libet. Wat kwam daar nu uit? Laat je even kijken naar een grafiek, resultaat van die analyse. Hier zie je de hersenactiviteit. Hier zie je dat de beweging start van de hand. Dat kan je registreren in de hersenen. Je ziet dat de hand inderdaad beweegt. Oké, lijkt me vrij normaal. Hier zie je dat de persoon zegt, op dit punt, 200 milliseconden voordat het hand beweegt, nu wil ik bewegen. Nu voel ik de intentie. Dat is dus het moment waarop je het aan de klok aangeeft. En je ziet ook dat die curve hier al inderdaad oploopt. Maar wat heel merkwaardig is, als je naar de hersenactiviteit kijkt, dan zie je dat die curve hier al heel hoog is. Met andere woorden, die curve die stijgt al, vooraleer dat die meneer of die mevrouw denkt, ik wil mijn hand bewegen. Je ziet al activiteit in de hersenen, 300 milliseconden, vooraleer dat die persoon zegt, ik wil mijn hand bewegen. Ah, come on, zeg. Dat is toch fantastisch, nee? Realiseer je wat deze meneer heeft aangetoond, dat vooraleer dat je iets beslist, je hersenen al besloten hebben dat je het gaat beslissen. 300 milliseconden vooraleer dat jij weet dat je hand gaat bewegen, of wanneer je denkt dat je naar die gaat komen, heb je hersenen al besloten dat dat gaat gebeuren. Dus dan kan je wel vragen stellen, wie heeft eigenlijk mijn partner gekozen? Wie heeft mijn huis gekocht? Wie heeft beslist om kinderen te nemen? Ben ik dat of zijn dat mijn hersenen? En als je dus kijkt, we hebben eerst gekeken automatisch gedrag. Dat is iets wat we niet beslissen, dat hebben we gehad. Op het vlak van de waarneming beslissen je hersenen wat je gaat doen. En blijkbaar ook bij een vrijwillige motorische doelgerichte actie is het ook zo dat de hersenen al vooraf beslissen wat je gaat doen. Wat blijft er dan nog over? Hebben wij wel een vrije wil? Is het niet zo dat ons hele leven door de hersenen wordt bepaald? En ik ga nog één casus voor jullie eventjes naar voren brengen om aan te tonen dat het niet zo vrijblijvend is. Dit zijn experimentjes. Maar deze casus toont aan dat het wel heel een impact kan hebben op iemands leven. Het is namelijk een meneer, 40 jaar, Amerikaanse leraar, een hele brave man, nooit iets mis mee geweest. Men zegt altijd in de psychiatrie een blanco voorgeschiedenis, dat wil zeggen nooit enig probleem. En op een bepaalde dag begint hij geïnteresseerd te raken in pedofiele aspecten. Hij begint pedofilie te verzamelen en doet ook avances naar zijn dochter. Zijn vrouw raakt natuurlijk ongerust en inderdaad, het blijkt dat deze man allerlei pedofiele neigingen vertoont en ook blijvend vertoont. In Amerika gaat het natuurlijk snel. Die man wordt veroordeeld en moet de gevangenis in. De dag voordat die man de gevangenis in gaat, klaagt hij van hoofdpijn, migraine, overgeven en weet ik het al. Er wordt een onderzoek gedaan, neurologisch onderzoek, er wordt ook een scan verricht. En wat blijkt? Men ziet in een van de hersenloppen van deze man een tumor zitten. Een goedaardige tumor die weggehaald kan worden, maar wel een tumor die een stukje van het hersenweefsel wegdrukt. Men haalt de tumor weg, natuurlijk. De tumor wordt weggehaald. En wat blijkt? Al die pedofiele neigingen, die interesse in pedofilie, die verdwijnt. Die gaat gewoon weg. En de man wordt verzorgd en blijft eigenlijk thuis gedurende een jaar. En na dat jaar beginnen opnieuw die pedofiele neigingen. Hij begint opnieuw geïnteresseerd te raken in pedofiele seks, opnieuw avances te maken naar zijn dochter. Er wordt opnieuw een scan gemaakt, dat hadden ze inmiddels geleerd. En wat blijkt? Je ziet inderdaad weer dat die tumor gegroeid is. De tumor wordt weer weggehaald en weer verdwijnen de pedofiele neigingen. Mijn vraag aan jullie is nu, vinden jullie dat deze man schuldig is? Wie heeft nu die pedofilie bedreven? Is dat die man? Of is dat de tumor in de hersenen van die man? En ik zou eens willen weten, gewoon een steekje even je hand. Wie denkt dat deze meneer schuldig is? Mag ik eventjes jullie handen zien? Zo voorzichtig, kan u eventjes hoger, dan kan ik het makkelijker zien. Okay. Wie vindt dat hij absoluut niet schuldig is? Dat eigenlijk de oorzaak van de pedofilie de tumor is? Een heleboel mensen. Okay. Mevrouw, wilt u daar iets over zeggen? Hij was ziek.
Dus de meneer is ziek, dus u kan hem niet schuldig verklaren. En toen de ziekte werd weggenomen, was hij normaal. Oké, wat we hier zien is een soort van discrepantie. Een soort van spanning tussen wat je hersenen doen en wat je als persoon doet. Een spanning tussen de vrije wil en aan de ene kant de mind, de geest, en de hersenen. Aan de andere kant, die ons determineren, die ons gedrag bepalen. En dat is natuurlijk een onderwerp van heel veel discussie de laatste tijden. Wat is de vrije wil? Bestaat die überhaupt? Ik wil daarmee afsluiten, dat weet ik niet. Jullie zijn uit vrije wil naar hier gekomen. Ik hoop het, want ik zou niet graag hebben dat uw hersenen dat beslist hebben. En de volgende vraag die ik wil voorleggen is namelijk de volgende. Als onze hersenen ons gedrag bepalen, kan ik dan in mijn vak als psychiater nog oordelen of iemand abnormaal of normaal gedrag vertoont? Dank je wel.